Nou Hans, dat wordt een spannende dag morgen. Als rode weet te winnen van uh, Helpman, dan betekent dat kampioenschap en promotie naar de eerste klasse. Ja, ik mag nog niet in, in de mond nemen om zo te zeggen, maar uh, ja, dat, dat is wel een feit. Uh, er moet wel eerst gevoetbald worden, laat ik al vooral voorstellen. Maar uh, mochten we de wedstrijd winnen, dan uh, waar we natuurlijk wel van uitgaan. gaan. Maar uh, dan, dan zijn we inderdaad kampioen en dan gaan we promoveren. De allereerste keer in de geschiedenis, hè? De eerste klasse. Ja, de allereerste keer. En, de, en geschiedenis wil ook zeggen dat uh, 1 augustus bestaan we 90 jaar. Dus het zou een heel mooi cadeautje zijn van, uh, van de selectie aan, uh, aan de club. Uh, dat we dan voor het eerst in ons bestaan, in ons 90 jaar bestaan, naar de eerste klas gaan. Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar eerst mogen inderdaad Helpman nog eventjes uh, kraken. Ja, ik vind, ik vind uh, nog eventjes, vind ik even niet, niet goed gezegd hoor. Want het, het is, uh, ze staan derde. En uh, ze gaan, gaan er voor die derde plek. Want ze uh, op derde plek geeft recht op na-competitie zoals het er nu uitziet. Dus uh, die gaan ze ook volledig uh, de volgende. Dus het is niet even, even uh, iets uh, wat er moet gebeuren. Een gevaarlijke tegenstander, kun je rustig zeggen? Uh, ja, zeker na de winnestap hebben ze ontzettend goed gepresteerd. Ze hebben een uh, hele gevaarlijke spits. En, uh, en, uh, ja, het is echt een tegenstander om rekening mee te houden. Dus het is niet iets uh, waar we lichtzinnig over denken. Nee. En mocht het alsnog niet lukken, wat je dus niet hoopt, maar dan is er nog één kans. hè? Ja, we hebben twee wedstrijden nog te gaan en daarvoor moeten we één winnen. Okay, en dat gaat lukken? Ik zeg dat gaat lukken, ja. Uh, overwinning in eigen huis is natuurlijk het allermooiste. Uh, doe eens een voorspelling. Ja, voorspelling vind ik moeilijk. Ik denk, uh, uh, ik ben heel blij te winnen, maar laat ik zeggen 3-1. 3-1, ik vind het een hele mooie uitslag. En ja. stel je nou voor dat het, dat het gaat lukken, we gaan ervan uitgaande dat. Wat zegt dat over de ploeg? Nou, we hebben gewoon een, een, een hele goede ploeg, een jonge ploeg uh, uh, met een stuk wat routiniers erin uh, die het hele seizoen al uh, constant presteren. Uh, we hebben twee wedstrijden verloren van, uh, tot nu toe, van alle wedstrijden, een uh, paar gelijk en twee, twee verloren ook van een nummer twee. Dus die, die, dat is wel echt een angstgekende van ons hoge zand. Uh, en verder hebben we een hele evenwichtige ploeg denk ik en dat, dat is heel belangrijk. Morgen zegt Hans. Uh, hoe laat uh, begint het morgen? Ja, morgen. Uh, de wedstrijd begint om twee uur. Uh, de sportpark zal natuurlijk eerder open zijn. Uh, het is nu zaterdag en we gaan bezig met, met de voorbereidingen nu. Dat betekent uh, tent opzetten, terras klaarmaken, uh, uh, bier in de koeling. Heel belangrijk. Uh, en dan uh, ja, ik hoop ik dat we om, om, om twee uur uh, een hele mooie sfeeractie hebben. Er zijn een hele groot aantal jongens heel druk mee bezig. Al weken moet ik zeggen. En dat gaat, gaat heel leuk en heel spectaculair worden. Ik weet niet alles gelukkig. Maar ze hebben wat dingen met mij overlegd. Uh, en, en dat gaat echt heel leuk. Dus ik zou zeggen, mensen komen op tijd. Want twee uur gaan die jongens echt, echt los. Uh, en dan hopen we om kwart voor vier de champagne te kunnen ontkurken. En dan, uh, dan hebben we met Eltjo, uh, denk ik, uh, een artiest aan die, uh, die de zaak direct uh, helemaal los gaat gooien. Dat belooft een heel mooi feestje. Ik zeg gewoon allemaal, uh, morgen sportpark Rode, we gaan het zien. Rode Helpman.